Kamer verkeerd voorgelicht over oldtimers, occasion test BMW 1-serie of Volvo C30 en uitstekende score Coros bij Euro NCAP. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar het Autoweekjournaal. Onderdeel van Belastingplan 2014 is de regel dat oldtimers vanaf 40 jaar vrijgesteld worden van MRB. Dus Wouter van Emden, vrijstelling oldtimer, leuk dat je bent. Het gaat er nu van komen, hè? Nee, dat denken wij toch van niet. Kijk, het belastingplan, dat is eigenlijk een wetsvoorstel. En dat moet nog door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer heen. Dus iedereen die denkt, het is in kannen en kruiken, we doen die auto de deur uit. Wacht nog eventjes, want er kan nog van alles gaan veranderen. Waar baseer je dat op? Nou, dat is eigenlijk, zo gaat het ieder jaar. Het belastingplan moet altijd door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. En pas dan staat het in de wet. Maar waarom zouden nu dus mensen daartegen zijn? Nou, er is nu wel wat bijzonders aan de hand. Wij zijn vandaag met een persbericht naar buiten gekomen dat de staatssecretaris van Financiën verkeerde informatie heeft aangeleverd aan de Kamer en aan de alliantie die destijds tot dit 40-jaarscompromis is gekomen. Want hij heeft zijn informatie gebaseerd op andere gegevens dan jullie, begrijp ik daaruit? Ja, nou, we hebben zijn cijfers heel nauwkeurig geanalyseerd. En wat eigenlijk het belangrijkste punt is, is dat hij het jaar 2012, al dan niet bewust, dat weten wij niet, uit de cijfers heeft gehouden. En juist in 2012 is iets bijzonders gebeurd. Want Roland van Vliet van de PVV heeft een amendement gemaakt dat inging per 1 januari 2012. En wat de grens voor oldtimers geleidelijk verhoogde van 25 naar 30 jaar. En tegelijkertijd een brandstoftoeslag introduceerde voor auto's op diesel en LPG. Dat gaat dan eigenlijk over nieuwe oldtimers vanaf bouwjaar 1987. Ja, want dat had effect, hè? Werden minder auto's geïmporteerd? Ja, dat had enorm effect. Wij hebben de importen een importanalyse gedaan en daaruit blijkt dat eigenlijk op de dag van 1 januari 2012... de export met terugloop naar een derde ongeveer van met name de jonge diesels. Want die waren niet meer interessant om te rijden. En daar ging het de hele overheid om. Juist om de jonge diesels te weren. Precies. En ze zijn op hun wenken bediend door Roland van Vliet met zijn amendement. Alleen hebben dat niet aan de Kamer medegedeeld. Dus het effect was er eigenlijk al? Ja, dus er is eigenlijk helemaal geen nut en noodzaak meer om deze maatregel te nemen. Dus stel nou dat blijkt, Wekers heeft die cijfers niet meegenomen. Daar worden dus waarschijnlijk nu Kamervragen over gesteld. Wat kan dat betekenen? Wordt het teruggedraaid? Nou, dat klopt inderdaad. Roland van Vliet die gaat daar Kamervragen over stellen. Maar kijk, op het moment dat je natuurlijk de Tweede Kamer voor het lapje houdt met verkeerde informatie, dan moet de Tweede Kamer natuurlijk opnieuw daarnaar gaan kijken. Ja. En dat zal ook de alliantie, die zal daar ook opnieuw naar moeten gaan kijken. Ja. En dat kan leiden tot een compleet andere maatregel. Ja. Dus al die mensen die zo'n auto hebben, die moeten nog even wachten met het wegdoen. Moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Ja. Maar het spel is nog zeker niet gespeeld. Wij gaan zeker nog even door. Ja. Er zijn natuurlijk ook nog andere belangenorganisaties die zich inspannen voor mensen met oldtimers. Hoe staan die daarin? Ja, absoluut. Er is een alliantie gesloten van allerlei partijen. Mm-hmm. Een van de belangrijkste partijen erin is de VEHAC, die opkomt voor oldtimerbezitters. En die hebben naar ons rapport gekeken en die hebben gezegd, nou, wij zijn het eens met de inhoud van jullie rapport. En ja, dat vinden wij natuurlijk heel erg fijn, maar ook heel belangrijk, omdat dus blijkt dat een van de partijen die dat akkoord heeft gesloten, nu zegt, ja, hadden we dit geweten, dan hadden we dat akkoord misschien wel niet gesloten. En die vinden dus ook dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Wordt vervolgd de komende maanden, denk ik, Wouter? Ja, absoluut. Oké, dankjewel en succes met de belangenbehartiging. Ja, graag gedaan. Eens in de twee weken hebben we een vergelijkende test met occasions. En deze week zijn dat de BMW 1-serie en de Volvo C30. De BMW komt uit 2009, de Volvo uit 2011. We gingen voor 2 liter benzinemotoren. Een E18i heeft 143 pk, de C30 2.0 komt tot 145 pk. Bij zo'n occasion dubbeltest kijken we ook altijd naar de pijnpunten, want die zijn er altijd van modellen die al wat langer op de markt zijn. Welke van de 2 ex-juppenbakken kun je nou het beste nemen? Kijk daarvoor in Autoweek nummer 39, die nu in de winkels ligt. Opmerkelijk botsnieuws van Euro NCAP. Het Chinese Coros haalde namelijk als eerste Chinese merk een 5 sterren score bij de Euro NCAP botsproeven. De 3 sedan is zelfs de veiligste auto die dit jaar door Euro NCAP getest is. Nou, Michiel, jij was vorige week bij Coros in China en ja, hoe krijg je het voor elkaar? Nou, dat is eigenlijk simpeler dan je zou denken. Wat zij hebben gedaan, ze hebben gewoon de experts uit Europa ingescheept naar China. En dat is onder andere een man die heeft bij Saab het veiligheidswerk gedaan. Dus die weet echt waar hij mee bezig is. En die heeft natuurlijk van de grond af aan heel die auto kunnen samenstellen naar zijn smaak, naar zijn wensen, waarvan hij weet,
zo is die auto veilig en zo komt die goed uit de Euro NCAP. Ja, want ze maken hiermee een enorm statement. Want ik weet nog al jaren terug Lentewind, dat was natuurlijk een debakel. Ja. En toen die botsproeven, ja, dat leidde ertoe dat iedereen wat lacherig weer is gaan doen over Chinese auto's. Maar ja, dat lijkt me nu wel tot het verleden behoren. Ja, ik denk ook dat dat voor hun gewoon eigenlijk een speerpunt van de campagne is geweest. Van, ze weten hoe het niet moet in Europa. Ja. Nou, je trekt gewoon de beste experts aan. Je stelt een auto samen waarvan je weet... Deze gaat 5 sterren halen. Ja, en als je 5 sterren haalt bij de Euro NCAP, toch de strengste test die er is. Ja. Dan zit je goed in Europa. En als je goed zit in Europa, dan nemen ze in China ook weer een stuk serieuzer. Gaat die auto echt 3 heten? Want ik moet aan Mazda en aan BMW denken. Ja, die hebben natuurlijk al de 3 als type naam. Voorlopig heet die de 3 sedan. Maar het zou nog best kunnen dat er voor Europa een andere type naam komt. Maar daar zijn de geleerden nog niet uit. Maar het ziet er allemaal wel veelbelovend uit, hè, als ik het zo kijk. Ja, ze zijn echt goed bezig daar bij Corus. En deze Euro NCAP score, ja, dat is echt een doorbraak. Wij moeten nog wel tot een jaar of 2 wachten voordat we in West-Europa Corussen kunnen kopen. Maar ja, we weten nu in ieder geval dat het met de veiligheid wel snor zit. Oké, dankjewel Michiel. Vandaag zie je op de Autoweekpagina's in het AD een verhaal over de Alfa 4C en een test met de Toyota RAV4. Morgen zijn we in het Alexandrium bij Rotterdam te bewonderen, want daar lanceren we de 3e editie van GTO, ons mooie glossy automagazine. En daar kun je zelf ook bij zijn. Wij zijn er en er staan ook een aantal fraaie bolides die er morgen onthuld worden. Dat was het weer voor deze week. Dinsdag is er weer een nieuwe aflevering van het Autoweek Journaal. Ik wens jullie vast een prettig weekend.